prachtige aanwezigen, beste mensen. Het is fantastisch om u welkom te mogen heten ook. U moet toch een gelukkig mens zijn. Dat klopt. Ik ben vandaag heel erg gelukkig. En wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag is de officiële opening van ons gebouw hier in Heemskerk. Een lang gekoesterde wens en eigenlijk wel een droom van Heliomare wordt vandaag werkelijkheid. Dat is één. En twee, is er een openingsact door leerlingen. En daarin mag ik een rol vervullen. En dan, daarmee is dan vandaag het gebouw officieel geopend. Hoe bevalt het je in de nieuwe omgeving? Want het is een hele verandering met Wijk aan Zee, hè? Klopt. We missen uit Wijk aan Zee wel het strand en de duinen. Maar ja, het is veel beter, want we hebben nu echt een gebouw en niet meer van die noodgebouwtjes. Dus het is gewoon veel beter. En hoe lang zit je hier al? Op Heliomare zelf zit ik nu al 4 jaar. Dit is mijn 4e jaar, moet ik zeggen. Hey, en wat is het meest lekkere aan dit gebouw? Alles zit bij elkaar. We hoeven nu niet meer apart naar de gymzaal te lopen die op 10 minuten afstand zat. De therapieën voor de leerlingen die zijn gewoon hiernaast. Dus het zit allemaal lekker bij elkaar. Welkom, dames en heren, bij de opening van Heliomare vestiging De Velst. Wij zijn uw ceremoniemeesters voor vanmiddag. Ja, dat is een heel mooi filmpje over de opbouw van dit gebouw. En dan heb je een heel mooi overzicht van hoe het van begin tot eind opgebouwd is. Ja, dames en heren, wat geweldig inderdaad om hier te mogen staan. En wat zult u ongelooflijk blij zijn met deze dag. Althans, alle complimenten voor wat ik hier zie. Wat valt u ervan? Ik vind het in één woord geweldig. Of eigenlijk is dat 3 woorden dan, hè? Ja, ja, precies. Maar ja, aan aanvankelijke stroeve start, Beverwijk, Heemskerk, is dat er toch iets schitterend moois uit de grond gestampt? Het is inderdaad heel lang Beverwijk geweest en toen dat over was, toen heeft Heemskerk de handschoen opgepakt en is heel voortvarend aan de slag gegaan. En daarmee is toch deze belangrijke voorziening voor de regio behouden gebleven. En wat vond u van de voorstelling? Ja, dat is super. Wat knap om dat zo in elkaar te zetten en dat iedereen ook zijn rol daarin heeft. Ik ben zeer onder de indruk. Dames en heren, ik ben als wethouder betrokken geweest bij de realisatie van dit prachtige gebouw. Op deze, mag ik wel zeggen, hele bijzondere plek. En we staan in een heel modern gebouw. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het echt fantastisch. Het is echt zo'n mooi gebouw geworden van de architect Marlies Reumers. Maar het meest bijzondere zijn natuurlijk de kinderen die hier dagelijks naar school gaan. Echt fantastisch dat de kinderen van Heliomare in dit gebouw dezelfde kansen krijgen, zeg maar, als mensen zonder een beperking. En nu gaan we kijken naar het prachtige spektakelstuk genaamd De Eerste Steen. Ik vond het echt fantastisch, het verhaal van de eerste steen van Einstein. En ja, sluit perfect aan bij deze onderwijsinstelling natuurlijk. Use it wisely, use it carefully. Be inspired by the stone. Coming right to you. Bye.